Ja, het was gewoon leuk om naar te kijken. Totdat. Tot de drinkpauze. Nou, ja, maar daar moeten ze ook echt mee stoppen. Hoor. Ja? Nou, ja, dat wil ik zeggen. Wat missen wij over het algemeen bij Nederlandse teams, Europees? Hardheid. Hardheid. Ja. Het is op dat moment 22 graden. Let op, 22 graden in Utrecht. En wij lassen een drinkpauze in. Nou, wie verzint zoiets? Dit was namelijk de eerste, zeg maar, voor de drinkpauze. Wat jij ook een beetje hebt laten zien, eigenlijk. Nou, daar zat zoveel. Ik zat echt mij op de bank van, hey, lekker man, veel intensiteit, veel duels, veel dingen. Nou, 22 graden, 22 minuut, wij gaan drinkpauze nemen. En dan krijgen de trainers alle mogelijkheden om de tactisch neer te zetten. Nou, toen werd het al oerzaak. En natuurlijk kan je een beetje met die beelden een beetje van alles nog. Maar dit was, zeg maar, de eerste 22 minuten was de hele tijd heen en weer. Nou, dan kreeg je nu al die tactische dingen laten. Ik denk dat allebei de trainers hebben gezegd, jongens, het is te open. Precies. We moeten zitten bij elkaar. Maar ja, wij zitten thuis, we willen gewoon een leuke wedstrijd zien. Die vermalen bij de trainers ook altijd. Nee, maar die drinkpauze, kom op even. Alsjeblieft. Ik heb één keer in mijn carrière een drinkpauze gehad. Dat was, ik weet het ook nog, Groningen-Willem II. Tweede wedstrijd van het seizoen was het echt 35 graden. Ja. Eén keer. En nu gaan we elke week gaan we drinkpauze houden. 22 graden, vijf wissels en allemaal dingen. En dat wil ik zeggen, kijk, ik ben helemaal niet van dat. Ja, Olympische sporters en zo allemaal. Maar het is niet heel gek dat Olympische sporters onze bedrijfstak uitlacht. Wij zijn natuurlijk echt de watjes van het topsport. Dat is natuurlijk zo. Kijk, die gaan echt tot een graadje en win en weer, whatever. Wij hebben een drinkpauze met 22 graden. Ja, want ik zat in de tuin vanochtend. Het werd maar niet echt warm, zeg maar. Nou, het werd wel rond 5-6 uur, omdat de wind ging. Ja. Dan werd het echt heel warm. Maar dit was dus kwart over 12 plus 22 minuten. Ietsje meer hardheid bij onze Kastje, onze vaderlandse voetballers.